Goedemiddag allemaal en welkom bij deze unboxing video. Eindelijk weer een keertje naar René Hart. Waarin dat wij een Elite Trainer box kunnen unboxen van Evolving Skies, de nieuwste set van Pokémon op dit moment. Dankzij René Hart mogen wij weer een unboxing doen in de winkel van deze geweldige set. Nou, is er best wel wat achtergrondgeluid, maar natuurlijk, het is live opgenomen in de winkel. Dus dan heb je wel een beetje de leuke sfeer zoals dat daar bij René Hart altijd is. Want er was ook een tournament gaande. Dat bleek ook hartstikke gezellig te zijn. Ik zou zeggen, minder gewauwel, meer unboxing. Let's go! Echt serieus, jongens. Hier echt niet aan te slepen. Ik heb het hier in mijn hand. My precious. Jullie denken toch niet dat ik dit ga unboxen? Ik ga naar huis. Toedeledokie. Nee jongens, natuurlijk zit ik te geinen van hier tot de beginner. Er is veel achtergrondgeluid, want natuurlijk de sfeer in de winkel willen we met de unboxing erbij hebben. Maar we gaan hem unboxen. Nee, wat doe je nu? Hou hem in! Nee, absoluut niet. We gaan hem gewoon unboxen als ik dat voor elkaar kan krijgen. Met deze rare handschoentjes aan. Echt serieus. Oh nee, een knip! Het is fake! Alles is fake, jongens. Oké, nou in ieder geval, jullie weten, dit blijft bij mij natuurlijk allemaal tot ik dit zeker ga bewaren. Oh, moet je kijken, dit is zo gaaf. Shiny! Natuurlijk de collectors boekje, waarbij de hele set erin zit. Pauzeer als je het wil. Nee, we gaan niet door de hele boekje heen, jongens. Kom op, ik weet, we zitten hier voor de unboxing. Laten we daar maar gelijk mee gaan beginnen. Ik probeer het zo plat mogelijk voor jullie te doen. Het is lang geleden, het is zeker anderhalf jaar geleden. Eerst even kijken. Nou, je hebt dus inderdaad nog een boekje. Denk je het bij je eigen dat je Pokémon-kaarten mag gaan unboxen en dan heb je alleen maar leeswerk. Energiekaarten voor de liefhebber. Er is een oef op de achtergrond. Hier deed ik het al voor. Ik bedoel, je hebt nog een andere set. Insert foto heel eventjes hier in mijn hand. Dankjewel. Maar ik ben speciaal voor deze toegegaan in verband met, hier had je dus Umbreon erbij zitten die we hier, als jullie al eerder hebben gezien in de video, als security erbij zit. Dus daar ging het mij voornamelijk om. Daar ben ik zeker nieuwsgierig. Hebben ze hier nog een, hier heb je de dobbelstenen. Ik moet zeggen, de dobbelstenen. Ik had wel iets, Dus, dan hebben we hier natuurlijk de Deck Defiers voor de verzamelaars. Mag ik heel eventjes. Zo, leggen we even gewoon neer. Want ja, vergeet niet, Elite Trainer boxen zijn natuurlijk ook hele goede collector boxen. Maar gebruik altijd sleeves en mapjes voor je zeldzame kaarten. In ieder geval, hier hebben we Evolving Skies. Je hebt dus de art van een Umbreon erop zitten. Ik zal het even wat dichterbij houden. Hoe heet dat beest ook alweer? En hoe heet dat beest ook alweer? Oké, sorry chat. Sorry. Jullie kunnen gelukkig mijn gezicht niet zien. Maar goed, we hebben dus 8 pakjes te gaan. Ik weet niet, volgens mij is het nog steeds 4 naar achteren, 3 naar achteren, 4 naar achteren. We gaan het gewoon doen. Spannend. Heel lang geleden, anderhalf jaar. Dus het is een Emolga! Yes! Ik zal één keer. Nee. We gaan niet. Dat doen wij heel erg mooi altijd weghalen, zeg maar, tot we niks gaan spoilen. Ja, jij zit er gewoon naar te kijken, hè? Dat is gewoon het erg, hè? Dat... dat haalt dus fun weg, dat moet je niet zeggen. Blur. Ik blur helemaal niks, ik knip het eruit. Dus, oké, let's do this. Lightning. When lightning strikes you. Dan hebben we nog meer. Een Ursaring. Ik hoop dat de kwaliteit goed is, jongens. Anderhalf jaar geleden dit. Swobat. Digging Glovis. Emolga. Woobat. Er wordt hier gefluisterd achter de camera, jongens. Er wordt hier gefluisterd. Magikarp clone. He wishes. Hippopotas. We hebben reversed. Ja, het is de reverse holo. En we hebben Kyurem. En we beginnen groot, jongens. We beginnen groot. Uh-oh, wat heeft hij? Oh. We beginnen gelijk met de Pokémon, jongens. No! Zo cute.
Hij is een echt feestbal om hier achteraan. Het is maar een verborgen, joh, joh. Echt serieus. We maken hier druk over, echt serieus. Dat ik er niet cherries aan had op zit. Ik noem dan maar iets. Zeg maar Rayquaza. Hoe? Welke is dat? Oh ja, dat is toch die blauwe die onder water leeft? Ik zit hier iedereen te cringen, joh. I like it. Is er Rayquaza? Serieus, Vaporeon is awesome. Vaporeon echt serieus. Ice Beam weg Rayquaza, hartstikke simpel. Goed, nou, we hebben dus één hele gave hebben al pakken. Beginnen goed. Nou, ik zou blij zijn met een. Hè? Ik ben super blij. Ik bedoel serieus, dit is een Vaporeon. Dit is een Vaporeon. Ja, ik wijs, ja, jullie zien dat niet, maar daar staat onze security. Die houdt alles op afstand en in de gaten. Dat komt helemaal goed. Ik mis mijn facecam. Heb ik trouwens al gezegd dat deze video mede mogelijk gemaakt is door René Cards? Volgens mij niet. In deze scène. Maar dat is de gezellige achtergrond die je dus inderdaad hoort hier gezellig bij Drowsy. Editor, we knippen weer heel eventjes stiekem weg. Even kijken, het is nog steeds 4. Oké. Punch! Full face guard. Hypno. Fletchender. Drowsy. Flababe. Rock'n'roller. Psyduck. Swablu. Reverse hollow dream ball. Wat nou? Gelijk al ah. Het glimt niet. Geen ah. Het is al gelijk ah. Ja. Hollow rare Victini. Meh. Ik had liever nog een Vaporeon gezien. Nou ja, maakt niet uit. Iedereen zit er in ieder geval wel over een alternate art. En ik heb gehoord, die zijn... Wat? Nog harder? Ja, dat kan alleen als je dat uitlaat. Dan gaat het niet zo hard. Dus, ik kan proberen. Kun jij dat? Oh, wacht eventjes. Dit is de... Dus mijn koffievel eventjes hier houden zo. Het is anderhalf jaar geleden, jongens. Pakje nummer 3. Ja, ik heb er nog één. Ik heb nog een Victini. Zo. Even stiekem zo spieken zo, weet je wel. Want namelijk zo. Dan stiekem deze kant op. Zo. 4 van de Mac. Ik vind het jammer dat ze dat nog steeds niet gefixt hebben. Wat? Dat ding waar ik nooit over praat in mijn unboxing video's. Ja, maar Stevie, je hebt al zo lang geen unboxing video's. Shh, vuurenergie. Fluffy. Pyroar. Bijna een JB'tje. Wat hebben we hier? Single Strike Scroll of the Fanged... Dat is een mond vol. Single Strike Scroll of the Fanged Dragon. Juist. Een Petlin? Ach, kijk nou, er is Pikachu zit ook in deze set. Wat een verrassing. Pumkaboo! Rufflet. Hello, Ted. Reverse Hollow Wishy Washy. Voor in de vaatwasser. Een Sharpedo. Regular, common. Nee. Blijft een ding dat kan gebeuren, jongens. Blijft een ding wat kan gebeuren. Hé, we hebben Vaporeon. Echt serieus, best start ever. Nee, Full Art Umbreon. Nou, kijk eens, hier heb je een Full Art Umbreon. Nu op het pakje. We gaan naar het volgende pakje. Je zit hier nou allemaal van die mooie bewegingen te maken. Vertel. Oh nee. Nee, niks? Spontane bewegingen, maar niks. Nou, gaan we gewoon weer verder met een Drowsy. Ik weet niet, zit trouwens een Eevee in deze set? Ik ging er wel vanuit in ieder geval. Wel was het? Ja, gewoon normaal de Eevee, weet je wel. Gewoon een Eevee. Die is wel nice. Want we hebben Skiploom van Rapid Strike. Staat dat hier nou overal op? In ieder geval, dat is me nog niet opgevallen. Raihan? Oh ja, dat is die een mafcase inderdaad. Die van, ja. Wimbambe. Drowsy. Scraggy. Zit de camera nog goed? Ja hoor, hebben we hem. We hebben een slaak op.
Reverse Hollow Stormy Mountain. Talonflame. Regular erg, waarom ook niet? Zo. Daarbij. De gezelligheid op de achterkant, jongens. Gezelligheid kent geen tijd. Zo. Gaan we voor nog een Vaporeon? Waarom ook niet? Waterenergie. Misschien Glaceon. Tentacruel. Wees niet zo cruel. Rubber Gloves. Floette. Hoppip. Dino. Het is wel eigenlijk grappig hoe dat je hier dat mooie tekentje er ook bij hebt. Hebben we bij meer gezien, maar het valt me even op. Oh, mooi. Mareep. Wow, buffet. Excuse me. Love Disc. Reverse Hollow Ice Cube. Oh jongens, we hebben weer iets. We hebben weer iets. Oh boy. Iedereen die komt hier aan, ik zeg van. Nee, de planten. Wat is het? Echt serieus, joh. Magic Shot, Sylveon. Ja, dat is een Ultimate Art. Is dat een Ultimate Art? Ja. We hebben een alternate art, X. X is in gesprek. Laat een bericht achter naar de piep en hij belt je misschien nog wel terug. Oh, ik ben heel voorzichtig nu. Die is veel waard, hè? Pas erop, hè? Er is beveiliging bij. Ik weet niet. Hoeveel? Volgens mij toch? Meer of mij. Je hebt nu twee hitters en dan heb je ook precies een volgende. Ja, natuurlijk Eevees. Altijd Eevees. Waarom is dat nog steeds een vraag, jongens? Echt serieus. Waarom is dat nog steeds een vraag? Waarom denkt iedereen dat ik een Eevee shirt draag? En een Eevee pad. Nou. Gaan we. Oh, trouwens, deze heb ik jullie nog helemaal niet laten zien. Zie hier dan. Echt serieus, er is zelfs een Sylveon art. Wat leuk. Heb jullie helemaal nog niet gezien. In the darkness lies the truth. Rubber gloves. Copycat. Zwailoes, ook weer met dat ene leuke tekentje aan de onderkant. Ik hoop dat ik wel een beetje te horen ben, jongens. Slakop. Flabebe. Carvana. Dwebble. Marie. Reversed Hollow. Hoe spel. Hoe benauw. Tivoli. Tivol. Tivol. Dank je. Achter. Hey jongens, daarom vind ik het zo leuk. Hè. Hier krijg je gelijk feedback hoe dat je iets uitspreekt. Heel blij om. En een drumpapa. In ieder geval, blijkbaar hebben we dus een hele goede pool met de Sylveon. Ja. Ik vind de Vaporeon vind ik ook awesome. Sylveon! Maar het is überhaupt uit de interviews heel zeldzaam. Het is echt heel zeldzaam. Maar het is heel zeldzaam. Ja, dat geloof ik. Zo. Oh ja, wacht heel eventjes. Hé jongens, ik zie jullie al. Oh ja, ik moet hem even omdraaien. Eén en laatste pakje, jongens. Nog geen spannende muziek. Editor, scheid er mee uit. Zo. We beginnen met Psychic Energie. Krijgen we een Espeon. Of op zijn minst een Eevee, weet je wel. Dat zou ook wel fijn zijn. We hebben Pyroar. We hebben Vigoroth. We hebben Treasure Energy. We hebben weer die Pikachu. Iedereen die ziet hier gewoon de disappointment van mijn gezicht afdruipen. Zo erg dat is. Bamkaboo. Rufflet. Loten. En Molgaard hebben we weer. Hartstikke gezellig. Reverse Hollow Dream Ball. Ik heb nog nooit gehoord van een Dream Ball eigenlijk. Oh jawel, wacht eventjes wel. Tweede generatie. Ik ben oud, jongens. Ik begin oud te worden voor deze shizzle. Mijn shizzle. Mijn Emperors. Emperors. Leuk. Nou, daar zijn we blij mee. En dan ga je naar Emperors. Jongens. Laatste pakje. We hebben eigenlijk al dus twee grote gepakt. Dus eigenlijk is het niet nodig om de spannende. Maar we doen het toch.
Hebben we de doodse stilte? Nee, want we zitten live in de winkel. Toch het laatste pakje. Wij gaan het voor jullie spannend maken. Gaan wij. For three of a kind. Even omdraaien. Oh, weer vier. Gaan we voor de three of a kind of hebben we de twee grote pakken al te pakken? We zullen het zien. We beginnen met stalen energie. Palpito. Shopping center. Hurdier. Voor evolutie van Stoutland. Seedot. Lillipop. Nou, op zijn minst moet er nou een Stoutland bij zitten. Vegan. JB'tje. Ja, Litleo. Jullie kennen JB'tje. Litleo, dat is onze JB'tje. JB'tje is onze Litleo. Lotad. Die heb ik veel gezien. Reverse Hollow Jump Love. En alsnog een regelig rare drampa. Maar dat maakt niet uit jongens, wij hebben twee evoluties getrokken en blijkbaar eentje dus extreem zeldzaam. Awesome! We laten ze nog heel eventjes heel mooi met een close-up eventjes zien. De Vaporeon en de Sylveon. Ik moet mijn hand heel raar houden. Ik kan ze niet goed in beeld krijgen jongens, zo erg is het. Ik luik. Yep, daar hebben we hem. Awesome! Ik ben blij! En de terugvolgende scène, want anders blijven we hier gewoon in freeze frame voor altijd op staan. Jongens, echt, de pools die wij hebben. Wauw! Ik ben blij! Nou, ik wil eventjes één ding... Ik vind het jammer dat het tegenwoordig gezegd moet worden, maar blijkbaar na anderhalf jaar niet hebben een boxen in verband met de vervelende situatie waar we in hebben gezeten. Pokémon kaarten zijn leuk om te verzamelen. Mijn mening, ik weet het veel denken van, dat is niet waar. Pokémon kaarten zijn leuk om te verzamelen. Ik maak ze open omdat ik ze wil verzamelen. En de Vaporeon en de Sylveon die we gepoeld hebben, oh, ik ben zo blij, die zullen nou voor mij altijd een herinnering hebben van, hey, ik heb weer na een vervelende situatie weer kunnen unboxen. Ik ben zeker blij met de pools en ik ben zeker blij om hier weer bij René Quartz weer terug te zijn. Ik bedoel, ja, ik heb het echt gemist. Ondertussen ben ik dus weer richting huis gegaan. Zoals jullie merkten, het is daar echt nog altijd één grote gezelligheid van hier tot het begin. Dus ben ik maar de outro. Doen we die maar gezellig hier. Sowieso, het was een enorm gezellige dag. Ik ben heel blij dat ik weer bij René Quartz was. René, enorm bedankt natuurlijk voor de opportunity. En Ex en Linda, bedankt voor de gezelligheid. En natuurlijk voor het warme welkom zoals altijd. Unboxing was geweldig. Het was heel erg leuk om daar de tournaments te zien. Wil je daar meer informatie over? Link van René's webshop natuurlijk, die staat in de beschrijving. En ja, hopelijk tot de nieuwe set binnenweg komt zo snel mogelijk. Want ja, het is op het moment qua Pokémon kaarten, zover dat ik heb dus gehoord, een enorme chaos. Dus ik was zeker blij dat ik deze kon unboxen. Ik ga er niet vanuit tot de andere variant van deze box zijn dezelfde pakjes. Maar dan heb je dus de andere 8 evoluties op de box staan. Als ja, de hoes zijnde en als de ja, als sleeves en natuurlijk als doos. En ja, ik ben echt heel erg blij dat ik de opportunity heb gekregen om het te mogen unboxen. En tot we zulke gave pools hadden, jongens. Dan krijg je alleen maar bij René Quartz voor elkaar. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Mocht je nog vragen hebben over de René Quartz, dan kun je natuurlijk dat kwijt in de reacties. Je kunt natuurlijk ook naar de website toe. Link staat in de beschrijving zoals ik al heb gezegd. Wij hebben een Discord! Dat echt ongelooflijk hoe weinig mensen daarvan op de hoogte zijn dat wij een Discord hebben. De link staat ervoor in de beschrijving. Als je op de link linkt, dan kom je automatisch op onze Discord-page terecht. Waarin dat wij interactief games doen met onze community. En waar dat we dus inderdaad heel erg veel gezellige gesprekken hebben. Secret streams hebben, Discord streams hebben en de aankondiging wanneer dat wij streamen. Link daarvan staat ook in de Discord. René, enorm nogmaals bedankt tot we dus ja, een video weer konden maken. Ik vond het zeer gaaf. Ik heb weer leuke kaarten met een leuke herinnering eraan. En ik hoop snel dat we weer evenementen kunnen gaan doen. En misschien zelfs weer evenementvideo's kunnen maken. Dus enorme bedankt naar René, naar Linda en naar onze ex natuurlijk. En jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Laat natuurlijk een like achter. En onze streams staat trouwens ook een mooie link in de beschrijving. En met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken. Heb ik niet vaak genoeg gezegd, heb ik wel vaak genoeg gezegd. Maar niet zo uit tot de volgende keer. Doei! En je weet dat ik die box toch weer van jou afpak, hè Charles. Want het is mijn.
unboxing. Tot